Ik heb nooit een shoplog opgenomen met jullie. Nee. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer zijn bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Isabelle Ebbo. Letterlijk bij mijn vorige shoplog is nog aangevraagd. Wil je een keer een video met Isabelle Ebbo maken? Een shoplog of zo? Oh. Nou, hier is die. We hebben echt een mega doos van Shein. Isabelle, yeah. Pak hem maar. We hebben het bij Shein. Lekker op. Oh my god. Zo groot. Niet normaal. En hier zitten dus alle items in. We hebben voor elkaar allemaal zes. Ja, zes items. Ja, we hebben allemaal zes items voor elkaar uitgekozen. Straks vind ik echt letterlijk, want ik heb er ook zo bang voor. Nee, ja, ik heb voor Bo. Nee, voor jou zeg ik. Oh ja. Voor jou. Ja, nou ja, dat wordt wel lastig. Ja, ik vind het ook heel moeilijk. Zeg maar, ik vind het heel lastig. Ik wil het leuk vinden, maar jij vindt het iets heel anders leuk. Ja. Ja. Dus ja. En met, soms kan je in zo raar uitkomen. Ja, dat is een foto goals uit. Ja. Echt binnen het leven. Ja, precies. Is ja, daarom, nou, het ligt echt al heel lang klaar, dus we gaan eigenlijk filmen. Ook heb ik een kortingscode, die zal hier in beeld staan. Dat weet ik even niet in mijn hoofd, maar zal hier staan. Staat ook in de beschrijving. Dus wil je shoppen met korting? Vergeet zeker niet de kortingscode te gebruiken. Ja, gaan we gewoon openen? Ja, ik maak gewoon. Het ligt hier al zo lang. Maar hebben jullie schoenen? Ja. Nou, elke keer waren mijn schoenen voor jou uitverkocht. Had ik weer leuk? Nee, die waren er weer niet. Die waren er weer niet. Dus ik heb, uiteindelijk weet ik nou niet of ze erbij zitten of niet. Nee. Op een gegeven moment werden ze gewoon lelijk. Ja, op een gegeven moment denk ik, ja, dan wil ik iets wat er blijkt, maar dan worden ze alleen maar lelijker. Ja, ja. Klopt. Ja, dat lijkt echt precies hetzelfde. Deze lijkt echt precies. Niks doen. Nee, nee. Oké, we gaan even alles eruit pakken. Ik heb niet meer scope nadenken. Even een filmpje. Ik vind het best. Ik vind het ook best. Oké, we hebben het een beetje weten te verdelen. Wie gaat er beginnen? Ik ga. Jij maar. Ik heb geen idee. Moet ik het? Nou, jij moet het zien. Het is. Ik vind het wel een leuke print. Ja, dat dacht ik al. Gewoon een turtleneck. Leuk. Ik dacht eerst dat het een body was. Ik weet het niet, dat dacht ik. Oh, ik vind het juist chill. Ja. Maar dat is wel altijd leuk. Ja, oh, heel chill, ja. Altijd leuk om te combineren. Ja. Gewoon een simpel. Ja. Ik hou van die print, want ik heb ook daar zo'n jasje van. Ja, echt. Heel leuk. Love ik it. Heb een tasje hiervan ook. Ja, ik heel leuk. Ja, heel leuk. Nou, dan doe ik deze. Ik vind het zo grappig. Ik doe het ook echt mee. Oh, trouwens, ik moet even zeggen, Isabelle voor mij geshopt. Oh, ja, ik heb voor, ja. Bo voor Isabelle en ik voor Bo. Ja. Dit zijn allemaal items voor Isabelle. En ik heb een hele mooie jurk. Wat leuk! Ik hou van die kleur. En een beetje inkijk. Helemaal leuk. En groen, dat is wel met een nieuwe kleur. Ja, ja. Een nieuwe kleur. Oh, en kijk, ik kan het ook nog strak maken. Oh, heel leuk. Oh, leuk. Ik ga hem nog strak trekken. Heel leuk jurkje voor de winter. Ja. Voor de winter. Ja, heel erg leuk. Hallo. Zijn jullie aan het filmen? Ja. Ja. Ja, vond het leuk? Ja, ik vind hem heel leuk. Het is echt super leuk, jongens. Ja, helemaal leuk. Ik hou van die kleur. Oké, dan heb ik hier. We beginnen lekker simpel. Dit is een topje eigenlijk. Of een body. Oh, nee, topje. Ik dacht, dit is echt gewoon. Ja, zo. Ja, gewoon leuk voor het uitgaan of zo. Of onder een beetje. En nu kan ik weer niet af. Oh, wel die auto's. Ja. Oh, dus misschien. Ja, ik had dus dit op je vrouw. Oh ja. Altijd leuk te combineren. Heel leuk. Ook voor iets simpels. Leuke kleur. Yes. Ik dacht, ik doe een Isabelle kleurtje erbij. Dit is een. Nou, gewoon een groen topje. Leuk. Het zijn een topje. Nice. Ja. Heel leuk. Ook leuk voor uitgaan en zo. Ja. Een lekker topje. Ja. Leuk. Die kleur zie je echt ook. Heel leuk. Ja. Yeah. Love it. Ja, helemaal leuk. Nu ga ik. Nou, doe ik deze wel. Dit is een jongenspak. Oh, chillpak. Dat is heel leuk. Ja. Ik hoop dat deze perfect zit. Gewoon een beetje iets, maar iets groter, een beetje oversized. Oh, dat vind ik wel heel leuk. Leuk in het zwart. Dat is altijd heel lekker. Oeh, dit vind ik leuk. En dan ook gewoon naar zo van een trui, zeg maar. Heel leuk, toch? Ja. Ja, dat wil jij. Dit vind ik leuk. Chill. Nou, altijd leuk. En dat is gewoon mega lekker. Ja. Doe je wel kopen die zit. Nee. Maar het, je kan het heel vet stylen. Ja, klopt. Gewoon een tas en dan een top, een Nike schoen of zo. Dat is altijd vet. Jordan. Hier.
En dit is een jas. En het was zo moeilijk om... Het is zo moeilijk om een jas te zoeken op Shein, vind ik. Want het kan in zo'n andere kwaliteit komen. Maar het ziet er nu ook uit als een van de teddy. Nou, ik weet het echt niet. Nou, maar dat kan nog best wel. Ja, leuk. Ik dacht echt een kleurtje voor Bo. Oh, dat vind ik wel leuk. En dat is heel leuk. Voor overal even lekker overheen te gooien. Ja, dat vind ik heel leuk. Ja. Ik wil dat nu aan. Heel zacht is die. Hij is echt heel lekker. Wat? Ja. Heel licht ook. Ja, lekker licht. Lekker jasje om lekker meer aan te trekken. Ja, dit wil ik. Ja, leuk hè? Heel leuk. Ja, ik dacht dat is helemaal wat voor jou. Leuk voor de winter. Helemaal leuk. Dan ben ik naar de beurt. Dan ga ik voor deze. Dit is een blouseje. Leuk. In een zebra printje. Leuk. Vind ik ook echt wel tof. Ik heb hem ook al gezien. Ja. Ja, leuk. Heel leuk. Dit is echt heel leuk. Ja, dit vind ik echt wat voor jou. Ja. Ja, heel leuk. Ja. Helemaal leuk ook. Zo, dit kan echt niet tegen. Nee. Maar leuk maar jeans. Ja, heel leuk. Ja, jij bent weer. Ik heb die net gegeven. Ja. Oh ja, ik maar ik heb dan nog maar twee dingen. Ja. Een leuk tasje. Yes. Oh, leuk. Oeh, die is heel, heel leuk. Nou, ja. Helemaal anders. Echt? Moet je kijken. Wel heel leuk. Zelf het handen. Dat is vierkant. Huh? En andere print. Heel. Nou, dit is hem niet hoor. Dit is hem niet. Maar ja, goed. Maar wel dit leuk. Als wel weet je nou. Lekker groot ook. Ja, dit is echt heel chill zo'n tas. Ja. Ja. Zo nog een bandje bij. Ja. Nou, dan heb ik dus hier volgens mij, denk ik, twee dezelfde tassen. Ja. Maar dan kunnen je een tas kan iedereen. Dus. Ja. Komt altijd van pas. Kijken. Oeh, misschien is het wel twee verschillende kleuren dan. Dat is helemaal mijn kleur. Ja. Die is heel leuk. Met een gouden ring. Oh my gosh. Ja, dat is echt helemaal bovenkleur. Ja. Nou, nee, dat is echt twee keer precies. Oh ja, precies hetzelfde. Ja. Nou ja, wel leuk. Dat is nog. Het is niet heel erg net als goud. Kan wel mee. Oh ja. Nee. Het is echt ijzer. Het is niet plastic hier het wel. Nee. Oh nee, dat is echt ja. Maar wat heb je er nou wel mee dan? Want heb ik, oh, zo'n goed jammetje. Leuk voor bij de jas. Ja, heel leuk. Ja. Zo. Helemaal leuke tas. Heel leuk. Ja. Nou, ook voor mevrouw. Voor mij. Ja. Ik heb het al dubbel. Jij hebt ons maar vier items. Oh ja, ja. Leuk. Nou, we zijn allemaal zus samen. Zus. Helemaal leuk. Ja. Nou. Nu jij maar eens, toch? Nou, dan ga ik ook wel een tasje doen. Ik heb een hele heftige kleur. Want ik dacht, leuk voor je herfst. Ik dacht, waarom niet? Waarom niet? Echt, dit item heb ik denk 3000 keer opnieuw moeten doen. Dit is ook weer deze. Nou, op een gegeven moment dacht ik, oh leuk! Echt zo'n herfstkleurtje. Heel leuk. Oh, dit is wel een beetje opnieuw gekruid. Ah joh. Dus ik heb altijd tasjes maar een paar keer dragen. Ja, daarom. Dat heel leuk. Ik heb zo in de shop nog gezien. Je hebt ook een hele leuke trui met ook een beetje het oranje erin. Dus dat gaat wel leuk. Ja, love it. Heel erg leuk. Heel leuk, ja. Very cute. Zo vaak zeggen we heel leuk. Ja, echt. Maar ik heb dat altijd met shoplog. Wat kan je zeggen? Ja. Amazing, interessant. Nee. Ja, dat is gewoon leuk. Ja. Ja. Of niet leuk. Ja. Klopt. Ben ik weer, toch? Ja. Ja. Nou, dit is dan de laatste. Weer het leuke kleurtje. Ja. Dit is een blazer. Dat wil leuk. Ja. Die verkocht ik op Labella, maar die waren heel snel uitverkocht. Heel leuk met je Jordans. Met je Jordans. Ja. Ja, en die zwarte, lederige broek, weet je wel. Ja, de gekoten broek. Ja. Heel leuk. Heel leuk, thanks. Heel leuk. Hij is wel oversized, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Want ik heb echt wel een maatje S hoor. Heb ik alles M doorgegeven. Ja. Misschien ook dacht van shine. Wel leuk. Ja. Ja, dat zei jij. Alles valt een beetje... Kleiner. Ja, vooral op de topjes. Oh. Maar een beetje oversized dat het goed juist is. Leuk. Ja. Ja. Ja, dan heb ik hier de schoenen. Oh ja. Maar dat zijn dus echt bijna in een team. Maar, oh, dat zijn echt boos schoenen. Ja. Of, nee, ze zijn toch net iets anders. Oh ja. Ik vind die leuk. Ik vind deze ook wel leuk. Ja. Maar maat 40. Ja, moet je maar dat lijkt niet echt maat 40. Ja, moet je eens passen. Heel leuk vind ik die. Ja, is echt helemaal boos. Dan maak ik een sokje aan. Ja, die is wel te groot. Hoe kan dat nou weer ook, hè?
Ja, hoe kan het nou weer maat 40 zijn? Ja, mag ik hem eens passen? Deze moest ik ook 100 keer opnieuw doen. En heb ze er uiteindelijk voor 2 keer. Ja, diezelfde. Ja. Ja, ik pas hem wel, maar ja. Welke maat heb jij dan? Ja, 38. Ja, dat is wel. Maar voor mij vind ik het ook nog even bruin. Voor mij is het ook net aan hoor. Ik moet even een sokje eronder. Ja. Ja, precies. Nou, dat is heel jammer. Dat we even kijken later wat we hiermee doen. Ja. Maar ze zijn wel leuk. Ja. Ja. Dan heb ik hier een blouseje volgens mij. Voor boven. Oh, leuk. Met een soort subtiel. Panterprintje. En gouden knopen. Goud, ja, een knoopje. Ja. Heel leuk. Altijd leuk. Altijd leuk, altijd ja. Goed. Dank u, heel leuk. Ik heb ook nog. Hoeveel dingen heb jij nog? Ik heb er nog 2. Oh ja. Ik heb geen nee meer. Nee. En jij ook geen nee nog meer? 1. Oh, nog 1. Oh ja. Ik heb een jurkje gekocht. Oh. Oh, nou die ziet er heel anders uit. Leuk wel. Maar altijd super leuk. Schattig. Ja, ja. Dat draag ik ook wel. Ja, dat vind ik ook echt goed voor jou. Met zo'n panty eronder. En ik heb dus eigenlijk een beetje die laarzen erbij. Kan je doen, denk ik. Leuk. Leuk hè? Ja, lekker ja. Herfst. Echt een herfst. Echt een herfst. Ja, ja. Heel leuk. Doe gelijk maar die hakken dan. Ja. Ja. Op de foto. Ja, ik weet het. Ja, echt heel leuk. Nou, heel leuk. Maar het is een beetje foto met de tas en de schoenen. Ja. Ja. Deze laarzen. Oh my god. Heel leuk. Amazing. Die zijn echt heel leuk. Die past ook echt wel bij je. Heel leuk. Ja. Ja, dat is echt amazing. Maar heb je wel een goede maat dan? Ja. Is dit wel een goede maat? Maar ze zijn er wel zien er heel leuk uit. Echt met zo'n soort heel leuk. Sokje-achtig idee. Ja. Wacht, ga even kijken. Wat is dit echt voor nou? Jou? Nou, dit is wel mijn maat. Oh, ja? Top. Oh, is heel echt heel leuk. Heel leuk. Zit ook lekker gesloten. Ja, oh mijn lord, ik wil die ook. Ja, ik wil die ook. Die willen jullie nu ook. Ja. Ach, nou. Heel leuk. Dan gaan we Marcel weer nog een maken. Ja, ik. Maar ja, dus nou, deze helemaal leuk. Helemaal leuk. Leuk ja. Oké, okay, dan heb ik denk ik het laatste item nu. Ja. Ja. En dit is. Ik heb even deze van dit in. Een hoodie. Oh ja, een hoodie. Ah. Oh, leuke print. Dat wil ik. Leuk, hè? Dat wil ik. Ja, en ook helemaal jouw kleur. Ja. Wauw. Alles in het ijsje. Ik wil nog een trui kopen, maar ik had geen trui. Ja. En hier heb ik een trui. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja. Dit was dan de shopblog. We waren een beetje vergeten af te sluiten. Ik ben in ieder geval heel blij met alle items. Jullie ook? Ja, ja. Ook. Zeker. Ja. Ik heb geen één item waarvan ik denk... Nee. Allemaal leuk. Nou, laten we ons weten wat we de volgende keer voor winkel waar we moeten voor elkaar moeten shoppen. Of dat je het überhaupt leuk vond. Misschien leg je heel geen zak aan. Maar vergeet het zeker niet te volgen op Instagram. Het zal hier in beeld staan. En vergeet te abonneren. Duimpje omhoog te geven als je het video idee leuk vond. En vergeet natuurlijk zeker niet de kortingscode te gebruiken. Die zal hier ook in beeld staan. Alle linkjes, alle dingen staat in de beschrijving. Dus check yes. It. En dan zie ik je heel gauw de volgende keer weer. Doei! Doei.